De energietransitie kent een sterk sociaal-maatschappelijke component. En dat levert nieuwe vraagstukken en dilemma's op. We laten een paar dilemma's zien vanuit de uitvoering in de praktijk. We gaan naar Hengelo in Overijssel. De gemeente ziet het liefst dat de zonneparken en windmolens in eigendom zijn van de lokale gemeenschap. Maar daarbij stuit ze op een dilemma. We gaan naar wethouder Claudio Brugink van de gemeente Hengelo. Ambitie is dat wij met onze eigen gronden 100% eigenaarschap willen realiseren. En dat betekent dan automatisch dat je het als gemeente zelf zou moeten doen. Terwijl we dat eigenlijk liever niet hadden gewild, liever hadden gegund aan die energiecoöperatie. Deze energietransitie kan alleen maar slagen als inwoners ook denken, dit is iets van ons. Als we dat voor elkaar krijgen, dan gaan dingen ook echt in de versnelling komen. Dus voor ons echt wel cruciaal. Waar we tegenaan lopen als gemeente is dat je, als het gaat om je eigen gronden, dat één op één zou willen gunnen aan zo'n energiecoöperatie. Maar dat die inwoners eigenlijk dezelfde status hebben als commerciële aanbieders. En dus moeten ze gewoon samen inschrijven. En dan weet je nooit precies hoe het loopt en wie uiteindelijk het gegund zal krijgen. En dat vinden wij risicovol. En daarom hebben we gezegd dat we het als gemeente dan zelf gaan doen. Nou, je moet natuurlijk altijd wel kijken of ook een corporatie of een maatschappelijk initiatief het ook wel aan kan. Zowel qua kennis en kunde als ook qua financiering, want het gaat best wel om grote bedragen. We hebben in Hengelo hebben een energiecorporatie die dat prima op zou kunnen pakken. Die hebben ook al ervaring op dat gebied. En het mooiste zou natuurlijk zijn als je uiteindelijk wettelijk ook kunt regelen dat je als gemeente daarvoor kunt kiezen. Dat je de optie hebt om een maatschappelijk weg te zetten bij een corporatie en dat je dan niet tegen dit soort regels aanloopt. En daarmee dus inderdaad oproepen aan de wetgever of er in de wetgeving toch mogelijkheden zijn om dat te beslechten. Want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar met de energietransitie. Bewoners die actief worden in de energietransitie beginnen vaak als een clubje vrijwilligers. Op het moment dat ze verantwoordelijk worden voor een zon- of windproject, zie je dat er een snelle professionaliseringsslag plaatsvindt. Energiecoöperaties gaan regionaal samenwerken en werken steeds meer met betaalde krachten. Hoe houd je dan je lokale DNA vast? We gaan naar Andres Bauer van energiecoöperatie Zuidenwind, die een aantal windparken in lokaal eigendom heeft gebouwd in Limburg. Zuidenwind is een vereniging van 800 leden. En meer dan 100 leden zijn actief. Als je begint met een coöperatie, dan drijf je op vrijwilligers. Heb je nog wat minder ervaring, dan vindt in de gemeente je heel erg aaibaar. Wat leuk dat die mensen zich voor iets in willen zetten, zeg maar. Maar dan zijn er ook de twijfels van, god, dat clubje vrijwilligers. Kunnen die wel een windpark bouwen? Kunnen die een groot zonneveld realiseren? Dan laat je het zien dat je het kunt, je professionaliseert. En dan komt er weer een ander soort gedrag van een gemeente. Dat zeggen van, goh, wat is eigenlijk het verschil tussen jullie en de marktpartij? Wij onderscheiden ons natuurlijk daardoor dat wij geen winstoogmerk hebben. De kas moet kloppen, wij willen geld verdienen, maar dat geld dat verdwijnt niet uit onze regio. Als je de lokale gemeenschap centraal wilt stellen in de energietransitie, dan betekent dat je als overheid nauw gaat samenwerken met die gemeenschap. Die gemeenschap organiseert zich vaak als een energiecoöperatie. Hoe verhoud je je als gemeente tot die coöperatie? En hoe voorkom je als energiecoöperatie dat je gezien wordt als een verlengstuk van de overheid? We gaan naar Zutphen, naar Bert van de Putten, die binnen energiecoöperatie Zutphen Energie de relaties met de gemeente onderhoudt. Als we het motto hebben van we moeten groter denken en sneller handelen, dat betekent niet alleen voor de gemeente dat ze wat moeten doen, maar ook voor ons. Wij moeten een structurele uitvoeringscapaciteit krijgen om samen met de gemeente de energietransitie hier vorm te geven. En uit te voeren met name. De gemeente is op subsidiegebied vaak wel gewend aan het werken met stichtingen. Maar een coöperatie is natuurlijk geen stichting. En ja, daarmee kom je in problemen bijvoorbeeld met betrekking tot staatssteun. Hè? Want je bent in feite geen stichting, maar een commercieel bedrijf, strikt genomen. En die hele discussie over de staatssteun, die heeft ons ook best parten gespeeld. Door die lange geschiedenis, hè, wel van 8 of 10 jaar van Zutphen Energie samen met de gemeente, is er wel een basis van vertrouwen gekomen. Ze zien ons nu ook meer als een stichting met een maatschappelijk doel. Op een gegeven moment lag het voorstel op tafel van zullen we een strategisch partnership aangaan, een strategisch samenwerkingsverband. Nou, aan de ene kant is dat ook een geweldig eervol aanbod eigenlijk, hè, van de gemeente. Maar het heeft ook zijn keerzijde. Dat betekent dat je eigenlijk volledig geabsorbeerd wordt in het gemeentelijk apparaat. En daar hebben we gezegd van nou, we vinden het fantastisch dat jullie dat vragen. Dat is echt een bewijs van vertrouwen. Maar we willen toch onze eigen identiteit wat sterker handhaven. We zijn een coöperatie van bewoners van Zutphen.